Yo kijkers, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Roblox McDonald's Hobby. En ik ga daar echt een hele leuke challenge doen trouwens, ik vind het leuk. Nou, als ik het niet haal, dan vind ik het niet leuk. Alleen stel, ik haal wat, vind ik het wel leuk. Dat is natuurlijk logisch, maar wat ik ga doen is... ik moet proberen de McDonald's Hobby te halen in de tijd. Dat ga ik dus proberen. En ik dacht van, moet ik nou dat doen? Moet ik nou 5 minuutjes of 10 minuutjes doen? Ik dacht van, ja, ik weet het niet. Toen dacht ik van, doe ik er wel tussenin. 7 minuutjes en 30 seconden. Toen dacht ik van, nou, is het maar tussenin. En als jullie zin hebben in deze video, vergeet dan natuurlijk niet te liken en te abonneren. En op dat belletje te klikken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Alleen, ik moet dus beginnen. En wat ik moet doen als ik heb verloren... Ik moet 3 keer verliezen met Colt in Brawl Stars. En ik heb Colt rank 26. Ja, de trofeeën zijn iets lager. Alleen als ik dan verlies in Showdown krijg ik min 8. En dan moet ik 3 keer doen. Dus dan heb ik in totaal min 24. Dus dat is echt een hele grote nadeel. Dus ik wil het echt gaan halen. En als jullie zin hebben in deze video, vergeet dat dan natuurlijk niet. Bro, dat heb ik al gezegd. Als het goed is. Maar ik zet even het geluid het allerhardst. Zodat jullie goed de timer kan horen als die voorbij is. Maar laten we dus maar gaan beginnen. Binnen 3. En ik ga dan even niet zoveel praten. Want anders kan het me afleiden. Maar dan gaan we dus beginnen binnen 3, 2, 1, go. Ah, shit. Oh, nee, hè. Ja, lekker. Eerste level gehaald. En trouwens, dit is geen korte hobby, het is middelmatig. Ook niet heel lang, een beetje middelmatig. Voordat je denkt van, ja, dat is heel veel tijd voor een korte hobby, het is niet... Het is wel gewoon een normale hobby. Ik wil ook wel een grappige hobby. En nu niet meer. Ja, lekker. Ja, let's go. Ik schrok me helemaal. Ik ging net nog op een puntje ging ik het aanraken. Waarom nou weer, hè? Waarom moet het nu? Hoeveel tijd nog? Wow, nog 6 minuutjes en nog wat. En ja, nu precies 6 minuutjes. Niet iedere keer op de tijd letten, Levi. Niet doen. Jochen, ik wil niet verliezen in Brawl Stars. Dus dan moet ik in een showdown, moet ik iedere keer in het vergif of iemand mag me dan killen. Oh, dit is deze vervelend. Ik denk niet dat ik het ga halen, maar ja. Voor mijzelf hoop ik niet dat ik het ga halen, voor jullie wel, want dan kunnen jullie zien hoe ik dat doe. Door kletsen, ga je dood. Dat is niet doen, Levi. Bro. Dit is echt zo'n stomme challenge. Dus deze. Letterlijk gewoon. Ga ik nu voor de middelste? Ja, bro. Deze dingen vind ik zo vervelend. En ik mag trouwens geen level skippen. Trouwens, dat kost ook Robux. En ik heb geen Robux. Dus het is nu denk ik deze. Want nu moeten de middelste staan. Oh, niet. Oh, ik ga de checkpoint aanraken. Ja. Toen ik zei ja, ging ik heel stom springen. Trouwens, mijn iPad is even al uitgevallen. Dus dit is een beetje tijd te spelen voor mij. Oh, ik doe het nog.
Zo stom dat hij is uitgevallen, want dan heb ik dus een beetje tijd verspeeld. Voor mijn tijd dat ik deze obby moet halen. Kom op. Het is maar een kleine moeite om dit gewoon te halen binnen de tijd. Ja, lekker. Dat was wel makkelijk. En als je dat zegt, ga je dood. Dat zat er echt niet uit. Maar kijk eens, dit doe ik echt niet expres. Dus dit doe ik echt niet expres. Dit doe ik niet zo van om het aan jullie te laten zien dat ik verlies. Dit doe ik niet expres. Ik doe altijd mijn best, ook met challenge. En ik doe altijd eerlijk met challenge. Als je vals wilt spelen met challenge, met challenge, met een challenge, laat ik het maar zo zeggen, dan wordt de video gewoon niet meer leuk. Dus daarom, snap je? Oké, ik ga voor de zekerheid niet vanaf daar springen als straks val nog. Dat scheelt echt niks. Oh nee, we zijn al over de helft. Nee, nee, nee. Nog 3 minuutjes 18 seconden. Ik wil geen min met gold. Voor mezelf is het niet leuk, wat ik al heel vaak heb gezegd. Voor de video is het wel grappig. Dat ik dan verlies met gold. Maar gold is mijn hoogste knokker die ik heb in Brawl Stars. En als je meer. Als je meer challenges wilt. Als je meer challenges wilt, hoe je dat ook wilt zeggen. Smash je dan allemaal met die duimpje omhoog. Oeh, maar hij heeft zijn bijna uitgevallen. Gelukkig loopt de tijd dan nog wel. Alleen ik wil gewoon. Ik wil niet schrikken van die stomme timer. Ja, lekker. Nog 2 minuutjes en 20 seconden. Nee, dat mag gewoon niet. Snel, Levi, snel. Snel, kom op. Oef. Dat zeg je dus altijd in Roblox als je doodgaat. Oef. Maar dan was dat wel een beetje te hard, denk ik. Nee, nog minder dan 2 minuutjes heb ik. Dat kan niet. Snel. Snel, 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 snel. Snel. Kom op, kom op. Had ik toch maar 10 minuutjes gedaan. Dit gaat gewoon veel te snel. Nee, ik heb nog 1 minuut en 10 seconden. Dat mag niet. Oké, nu moet je hier lopen. Oh nee, hier, ik heb hierna nog 1 level. En dan heb ik het gehaald. Oké, ik heb minder dan 1 minuut de tijd om deze level nog te halen. Kom op. Ja, verdorie, mijn iPad valt uit. Dat is ook allemaal weer tijd verspillen. Nee. Jeetje, mineetje. Oké, daar is het. Hoeveel tijd heb ik nog? Oh nee, hè. Tijd. Nee! Ik zat niet op te letten. Ik zat focus op die stomme tijd. Tijdje met gemeen. Oké, okay, ik heb nog heel weinig seconden. Ik ging kijken naar de tijd. Ik ga gewoon doorlopen. Ik ben echt dom. Dat deed ik echt niet expres op kijkers. Echt waar. Dat komt omdat. Dat komt omdat, ja. Ik klets gewoon ook iedere keer. Ik heb het niet gehaald. Ik heb het niet gehaald. Je hoort de wekker gaat. Net nog bij de laatste level. Ik moet winnen hebben in Brawl Stars. Geen zin in. Kijk maar, de timer gaat. Ik laat even mijn iPad in beeld. De timer gaat. Oké. Okay. Ik ga nu Brawl Stars openen. Het geluid ook eventjes aan. Dan kan je horen wat er gebeurt.
Dat was wel iets te hard. Oké, ik heb kost geselecteerd. En sorry, maar ik zit wel aan de oplader, want hij is bijna leeg. Dus die is nu best wel vervelend. Maar ja. Maar ik ga nu op spelen drukken. Oh nee, ja. Ik doe het. Ja, het is echt moeilijk om vast te houden en dan heb je het vergif gaan. Geeft, zo staan we in het vergif, zo. Af en toe eventjes lopen. Kijk, ik ga min hebben. Ja, rip. Kijk wat ik doe. Kijk wat dom. Rip mijn trofeeën. En dat moet ik nu nog namelijk dus twee keer doen. Dus dat is echt heel vervelend. Doet hij het wel? Ja, hij doet het. Oké, eventjes in het vergif lopen. Zo. Even wachten tot het vergif komt. Het gif. Of toch eventjes springen op mijn laptop. Of ik ben gekeeld ook goed. Rip met trofeeën. Nou, dat moet ik nu nog één keer doen dus. Even springen op mijn laptop voordat hij uitvalt. Nou, daar gaan we trofeeën dan. Of Karel, jij mag me wel killen. Oh, dat hoeft ook niet. Ja, hier. Kijk, Karel kill me maar. Kijk, Karel kill me nu zoals je ziet. En ja. Daar gaan we trofeeën dan allemaal. Ik heb dus nu 24 trofeeën verloren. Zoals je ziet, ik doe nu het ding weer eventjes weg. Ik ben niet blij, maar wel voor de video. Dat het goed is gegaan, maar ik deed gewoon doen. Oké, maar dat was dus de video. Kijkers, vond je de video nou leuk? Vergeet dan natuurlijk niet te liken en te abonneren en op dat belletje te klikken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Oef.